Jong PSV zijn ploeg in vorm. 7 punten pakt Fons Groenendijk uit de laatste 3 wedstrijden. Wint bij Top Os en VVV. En gelijk hier thuis tegen ADO. Hem wel bekend, ADO Den Haag. Maar zeker die laatste wedstrijd bij VVV. 2-0 overwinning. Knap resultaat. Nu wil je nog een keer in eigen huis winnen. Dat lukte nog niet dit seizoen. En Helmond was tot die wedstrijd tegen Volendam de enige ploeg die nog niet verloor in de keukenkampioendivisie. Dat hebben ze nu voor het eerst meegemaakt. Dat hebben ze in hun bagage zitten. Maar staan nog steeds keurig derde. En als ze vandaag weten te winnen, gaan ze als een van de 3 ploegen met 17 punten richting de ontknoping van de eerste periode. En als je ziet, als je weet waar Helmond Sport vandaan komt, dan is dat al een enorme stap voor de Kattenmeppers. Malai. Van Hoven gaat er overheen. Dan staat Malai weer vrij. Was al vroeg treft zeker tegen Volendam. En nu Daniels met een schitterende goal. En een hele snelle voorsprong voor Helmond Sport. Hij heeft een goede trap. Lennart Daniels krijgt hem met een gelukje voor zijn voeten. Maar schiet hem dan keurig binnen. Zijn tweede van het seizoen. Van Himbeek naar Van den Hurk. Daniels vindt Absalem. Is goed gevoetbald door Helmond Sport. Daar is Van den Hurk en daar is het 2-0. Uitstekende aanval van Helmond Sport. Afgerond door Anthony van den Hurk. Ooit nog in de jeugd bij PSV gespeeld, maar dat is wel een voetballeven geleden bijna. Voor de 31-jarige spits. Zijn ze eruit met man of 4. Malai naar Goyard. En dan onrust weer achterin bij Jong PSV. Leidt tot een corner. Corner is binnen. Weer is het Jonas Schultz. Het is een goede trap van Goyard. En daar Schultz losgelaten bij de eerste paal. Eigenlijk helemaal niemand die met hem meeloopt. Malai vastgehouden door Van der Riet. Dat komt toch weg. Malai. Van Himbeek helemaal vrij. Malai doet het zelf. Niet onaardig geschoten. Goyard. Kijk eens even hoe die Malai kan bereiken. Nu snel Van den Hurk. Van Himbeek en Daniels mee naar voren. Malai doet het weer zelf. En weer voor Schiks die bal. Van den Hurk, goede tackle op de bal. Daniels. Ja, terug naar Van den Hurk die al dat harde werk deed. Hier is Malai. Glansrol voor Anthony Van den Hurk. Snoeihard geschoten. Draait erop met Abed. Daar is Uneke. En daar is dan toch de eerste kans voor Jong PSV. Malai de diepte in. Oh, daar komt Schiks. Wat doet die daar nou? Hij heeft in ieder geval de bal. En dan is het doel leeg. En schiet Goyard hem naast. Fons Groenendijk gaat ingrijpen. Dan gaan er maar liefst 3 verse krachten komen aan het begin van de tweede helft. Tim van den Heuvel, dan Taye Gilbert en Marcus Younis gaan in de ploeg komen. En dan worden Raf van der Riet, Jordi Bahoua en Joel Ndala gewisseld. Nisdarovic. Handig gedaan. Dan ligt het open. Dan gaat de bal naar Malai. Ja.
Alai goed meegegeven. Daniels en Schiks. Van den Hurk al vallend krijgt hij hem bij Absalem. Nog een keer Absalem en Schiks. Hij scoort niet zo vaak aan die heer Absalem, maar hier was hij dichtbij. Simons, goede opening op Younis. Nou, maar een keer proberen. Ja, zo zeg! Marcus Younis. Wat een geweldige goal, zeg. Zijn eerste in een PSV-shirt is gelijk een hele, hele mooie. De opening van Javon Simons. Aannemen op het bovenbeen en dan voluit gehaald. Echt een fantastische goal. Absalem. Malai legt hem klaar en Schiks redt. En dan is het buitenspel van Van den Hurk. Na die poging van Axel van Inbeek. Daar is Scholz weer. Oh, die komt er tegen Siets aan. En dan is het Siets zelf van dichtbij. Hier staat hij in de weg. Daarna mag hij het zelf proberen. Mars. Simon schept hem richting Udeke. Die raakt die bal niet, denk ik. Maar hij valt wel bijna binnen bij de tweede paal. Ja, dan was het echt nog spannend geworden. Bars. Siets. Een versnelling, dan heeft hij hem voor zijn rechter. Ah, is niet onaardig geschoten door Siets. Wordt er een beetje vuurwerk op het veld gegooid door de supporters van Helmond. Dat is dan weer niet handig, hè. En dan gaan we naar binnen. We gaan verder. Hij zet zijn horloge weer op de juiste tijd. Weet inmiddels ook hoe lang er nog te gaan is. Absalem en Siets is gestart. Ja, die is er langs Siets en kan hier voor de 4-1 zorgen, maar niet voor het eerst deze avond. Staat Schiks in de weg. Dan vindt scheidsrechter Vos het mooi geweest. Doet Helmond wat het moet doen. Namelijk winnen van Jong PSV en zo op 17 punten komen. En gaat die eerste periode aankomende vrijdag beslist worden met drie ploegen die op 17 punten staan. De eerste goal krijgen we al te snel tegen. Op dat moment vallen de ruimtes eigenlijk uit elkaar en wordt het een groot gapend gat. De intensiteit die was er niet. Ik denk dat het lag totaal niet aan tactisch, het lag totaal niet aan hoe we op het veld stonden. Het lag gewoon aan de wil om goals te voorkomen. En dan gooi je in 20 minuten gooi je de hele wedstrijd weg.